De voertuigen raakten gisteravond betrokken bij het verkeersongeval op de Schuwen Bosbrug. Een tankwagen gevuld met benzine kwam in een goot tot stilstand nadat de remmen het hadden begeven op de top van de brug. Het incident vond gisteren tussen 7 en 8 uur in de avond plaats. De bestuurder verklaarde tegenover de politie dat hij getracht heeft de tankwagen tot stilstand te brengen, hetgeen duidelijk niet gelukt is. Terwijl hij de tankwagen manoeuvreerde naar de voet van de brug, reed hij andere voertuigen aan die van zowel Meerzorg als Paramaribo kwamen. Om het voertuig tot stilstand te brengen, reed hij het in de goot. De chauffeur bleef ongedeerd. Hij verklaarde verder tegenover de politie dat hij vanuit Meerzorg kwam, waar hij benzine moest leveren in het oosten. De plek was echter reeds gesloten, waardoor hij onverrichte zaken terug moest keren. Het is niet de eerste keer dat er zich zo een incident heeft voorgedaan op de Weidenbosbrug. In het verleden is het vaker voorgekomen dat ook trucks beladen met hout ongelukken hebben veroorzaakt. Reeds in 2013 hebben Commewijnen parlementariërs dit probleem in DNA aangekaart. Het ministerie van Openbare Werken zei toen dat er mogelijkheden zouden worden bekeken om vrachten via het water te vervoeren. Hiervoor zou dan eerst de sms-dienst in Meerzorg moeten worden geactiveerd.